In de Haarsewijk Duindorp is een rel ontstaan door een golf van incidenten tegen allochtone bewoners. Een inwoner zei openlijk op tv dat boerka's en kamelen er niet welkom zijn. Mammetot wil weten hoe de rest van Den Haag erover denkt en biedt op het Scheveningse strand een gratis kamelenritje aan. Goeiedag. Hoi. Zou u een ritje op de tuinkameel willen maken? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Omdat ik ze haat. Oh. Maar waarom? Kijk, hè? Maar waarom? Ja, anders zou je toch in een warme landje blijven. Ze horen hier niet op het strand. En meneer, nu u er toch op zit. Ja. Wat vindt u van de toestand in Duindorp? Ja, ik heb precies gezien gisteren, ja. Ja. Ja, ik heb er geen goede woorden voor. Wat weet u ervan? Dat ze daar niet zo graag buitenlanders willen hebben. Komt er een blanke, doe ik helemaal niks. Ja, ik kan niet toe ook. Maar als je daar van een boerka komt met een kameel. Gauw in, wegwijzen, opruimen. Ik vind dat dit te ver gaat, ja. Iedereen wordt over één kam geschoren en. Dat kan niet. Ja, ik ben zelf hartstikke allochtoon, dus. Ik heb daar weinig begrip voor. Waar komt u vandaan? Duitsland. Ik vind dat iedereen in Nederland gewoon de vrijheid moet hebben om te kunnen leven zoals hij en zij dat willen. Met ze zich maar gedragen volgens de normen zoals zij dat. Maar een ritje ziet u niet zitten? Nee, kijk wat. Nee? Nee, want jij ben ik. Nee, je moet zwart rijden. Nou, ik zit lekker op één. Ja? Ja, fantastisch. Is uit te vervelen. Zou je maar tegen die meneer moeten zeggen en moet het maar uitproberen. U heeft niks tegen kamelen? Nee. Ik heb ook niks tegen boerkers. Dat dier heb je weinig last van, alleen van de rest eromheen. Ja. Hey, leek verduin nog. Hier staat de man, maar die moet tegenwoordig gecensureerd worden. Nico, kom maar met je nieuwe borka. Nee, dat is mijn commentaar. Buurman, die zie je ook niet, want het is een reling. Geen commentaar. Maar Alfred, wat vind je er nou van? Dat mijn buurman wil nog ineens in beeld. Omdat hij een paar woorden en hij weet niet wie de aangifte heeft gedaan. Maar ik weet onze grote vriend, meneer Van Aert. Ja, die heeft iets wat de burgemeester niet moet doen. Op de televisie verklaart wat het OM moet doen en wie die vervolgen moet. Ja. Ja, oh, maar... Dus we hebben met een gelijkgeschakeld justitieapparaat te maken. Dat gewoon uitvoert wat de uitvoerende macht wil. Vervolgen, dus het hele beleid deugt niet en halen ze met een pincet één meneertje eruit. En die moet dan hangen, omdat hij zich juridisch gezien misschien niet al te genuanceerd heeft geuit over een gigantische problematiek die in de wijk Duindorp, maar overal in de grote steden van de Europese Unie speelt. En dat vind ik kotsmisselijkmakend. En dan kunnen ze beter maar mensen vervolgen die zich wel weten hoe goed te verwoorden. En dat gaat dan natuurlijk over aanvallen op het beleid. Toewijzingsbeleid voor sociale woningen, wat niet deugt. Omdat mensen uit andere werelddelen zich, als ze maar wachten, op een lijst... eerder kunnen ondergebracht worden dan de mensen die hier zijn geboren en getogen. Dat doet geen enkel continent zo. Het tweede is dat het gemeentebestuur, de burgemeester voorop... Die bloedt op. Ja, die zegt dat het hier allemaal racisten zijn, maar ze wonen zelf in de Vogelwijk en staat een kwartier bijna achter de slagboom. Frankenslag gewoon, Dossum. Ja, of staat ernaam tegenwoordig onder de eigen seurt. En dus ik heb gezegd, als hij dan geen racisme wil in de stad, goed, dan een pilotproject in de Frankenslag en Statenlaan. Dan gaan ze dan maar deze types daar onder plaatsen. En als zij ze hebben getemd, dan kunnen ze hier wonen in de vorige doosjes wat onze huizen zijn. Nou, en dat komt natuurlijk door de bouwmafia, want die wijk moet plat, omdat hier juppenwoningen moeten komen om te verdienen.
Dat is het verhaal. En met de rioleringen? Ja, die liggen hier in de straat. Een riolering zo groot kan heel New York aan. Die liggen al dus klaar. Zodra de banken geld geven, gaat het tegen de vlakte. Nou ja, en dan worden de juppen hier bediend. Dat dan, is het verhaal. Dan hebben en dat vind ik dus vals. Omdat dan hebben de juppen gelijk, maar de burgers hier niet. Want dan zijn wij racisten. Ja, jullie moeten weggeveegd worden. Dus die worden dan weggetreid door een inplaatsingsbeleid. Met allerlei volkeren, met haaks op elkaar staande culturen in kartonnen dozen. Dat gaat natuurlijk niet goed aflopen. Kijk uit wat je zegt, hè, met kruisen. Want dan is het weer haaks. Dan zijn het weer hakenkruisen. Ja, nou ja, daar worden we mee gedistanceerd. Nou ja, slaat nergens op. Symboliek is altijd in de politiek, heeft een bepaalde rol. Maar voorlopig is het natuurlijk heel vals om hier een justitieel apparaat op neer te zetten. Terwijl het een hoogst ongelukkige sociaal... culturele problematiek is. En natuurlijk de kwestie van de bouwmafia die geïnfiltreerd is in het Haagse gemeentebestuur. Dat is wat ik ervan vind. En dan gaat die man, wat vindt u nou, wat die man hier, hij staat hier toevallig daar, hij wil niet meer in beeld. Nee, want hij wordt natuurlijk getreid, dat gaat pas. Ja, tuurlijk, dat hebben we net gehoord. Door de uitspraken van justitie. Die meneer is al genoeg gestraft. Maar wat hebt hij nou discriminerend gezegd? Nou ja, hij heeft zich misschien ongelukkig uitgedrukt als je een aantal uitlatingen isoleert van wat hij voor de rest heeft verteld. En ja, dat komt op de mensen die geschoold zijn. Ze zullen eerder in kleur denken dan in cultuur en dat soort zaken. Maar degenen die het beleid maken, die denken en voelen precies zo, maar zeggen het anders. Ja. Schijnheiligheid zit hier op de troon. Ja, het is een schande. Ik schaam me ervoor. Ja, ik heb dus rechten gestudeerd en nou, recht is distributief of niet. Nou, en hier, wat hier gebeurt is niet alleen een soort klassejustitie, maar het is ook natuurlijk een soort sociaal-culturele denkpolitie en justitie die hier optreedt. Ja. En dan krijgen we dadelijk in september moet hij voorkomen, maar we gaan het uitstellen. Want dan krijgen we dadelijk weer de zwarte discussie, zwarte pieten discussie. Ja, de zwarte pieten zullen wel. En dan mogen ze weer wel blijven. En dan, nou ja, dan blijven ze wel. Durven ze niet aan te pakken. Dus zullen iedereen wel weer de zwarte pieten worden toegespeeld. Ja, mooi spreekwoord. Ja. Oké, hey, bedankt. Oké, hoi. Vrij moet hebben om te kunnen leven zoals hij en zij dat willen. Mits ze zich maar gedragen volgens de normen zoals wij dat voor ogen hebben. Maar een rentje ziet u niet zitten? Nee, kijk wat. Nee? Nee, want jij bent ik. Nee, je moet zwart rijden. Nou, ik zit lekker op in. Ja? Ja, fantastisch. Is uit te vervelen. Zou je maar tegen die meneer moeten zeggen en moet het maar uitproberen? U heeft niks tegen kamelen? Nee. Ik heb ook niks tegen boerkes. Dat dier heb je weinig last van, alleen van de rest eromheen. Ja? Wat heeft u daarvoor last van? Nou, genoeg. Maar ja, ik kan niet te veel zeggen natuurlijk. Nee? Dus dan, nee, anders krijg je dat weer, hè. Krijg je een gele kaart. Ja, dan krijg je weer een gele kaart. Waar komt u uit Duindorp? Ja, ik kom uit Duindorp. Als mijn buur...